de feit met ik, met mij of met jou? Ik ga dat doorgeven, dus ik ga... Ik heb die nu onder bij elkaar. Ik heb die nu onder bij elkaar. Ja. Kom. Ja, nu ben je raar. Hallo. Kom. Iedereen mag het zien. Dat is niet het probleem. Het is niet mijn bedoeling. Het gaat niet om... Het gaat, ja. Nee, dat vind ik een beetje raar aan die campagne van het doen. Het gaat om... Ik dacht niet om het doen. Allee, man. Het is zo fucking benieuwd. Zorg je kettingstuk niet uit. Dat is een symbool. Ah. Nee. Jij vindt het je eigen of huh? Ja, nee, ik kan nu doorgeven. Ah ja, oké. Okay. Wacht, dan moet je dat hebben. Direct in een keer. Had je moeten filmen als je ring ging, hè? Ik heb het gefilmd, ik ben aan het filmen. Ja, ja. Helemaal kopje onder eigenlijk, zelfs, hè? Twee seconden. Ja, is wat ik zijn aan het vergaan. Het is er al 3 minuten, hè? Ze zijn weg aan het gaan, oké? Ah ja, ze moeten dat toch zien? Yes, not. Ja, maar uw nummer staat ook. Gigant is nog weg, eigenlijk. Ja. Oké. Anne, je hebt mij inderdaad vrij goed liggen, ja. Ik ben dus genomineerd voor die ALS Ice Bucket Challenge. Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Eigenlijk wilde ik niet echt genomineerd worden. Ik heb 2 lieftallige assistentes bij die een emmer water over mijn hoofd gaan gieten met ijzen. Een iets grotere emmer als de uwe aan. Die van u was wel een beetje klein. Ook eens even een serieus moment. En dan zal ik, want dat zijn precies de regels van het spel, zal ik ook nominatie doen. Ik ga 2 personen nomineren. Ik zal ook de reden geven waarom. Ik ga Stefanie Gallardo. En ik zie u nee knikken, maar ik ga het toch zeggen. Nomineren. En Julie Voet. Omdat eigenlijk een van de redenen dat die me ook overtuigd heeft om dit dan toch te doen, is omdat ik onlangs op Facebook iets heb zien passeren van iemand die wiens grootvader gestorven is aan amyotrofe laterale sclerose, ALS. Haar naam zit verborgen in de 2 namen die ik heb opgegeven. En ook omdat het goede vriendinnen van me zijn, die dan op hun beurt weer mijn vrienden eens kunnen nomineren. Die mogen dat ook eens meemaken. Goed. Stefke, ik ga even zeggen jij dan aan u geven. Je moet het ding waarschijnlijk echt aan deze. Ah, je mocht. Ik heb hem. We hebben nog een lekker koekje. Doe, kap de namen er maar bij. Op zo'n moment weet een mens.